Vandaag zijn we vooral met elkaar bezig geweest rondom het thema van de echte ontmoeting in een gesprek. Voor ons was dat een heel belangrijk thema, omdat binnen het partnerschap, samen in ontwikkeling, de vraag echt speelt van hoe hou ik nu voortdurend die ontmoeting in het gesprek vast. In de vorm van deze middag zat ook echt de ontmoeting verweven. Dat zag je doordat we in een arena-opstelling met elkaar aan het werk waren. Dat zag je doordat na de pauze we in groepjes van drie uiteen gingen, waar een schoolopleider of een instituutsopleider samen met een mentor en een aanstaande leraar of een alzittende leraar echt samen gingen oefenen om die ontmoeting in dat gesprek vorm te geven. En dat past heel erg bij samen in ontwikkeling, dat past heel erg bij daar waar we voor staan. We willen namelijk samen leren, we willen samen ontwikkelen, we willen samen groeien. Onze naam zegt het al, dat is samen in ontwikkeling. Na vandaag in Gouda hebben we gelukkig voor de andere betrokkenen binnen samen in ontwikkeling en iedereen die daarnaast ook interesse heeft, hebben we nog drie middagen waar hetzelfde thema centraal staat. De ontmoeting, de echte ontmoeting in het gesprek. En dat is echt voor de aanstaande leraar, voor de mentoren, de schoolopleiders, directeuren. Ja, alles wat eigenlijk verbinding heeft met onderwijs, die kan daar zijn winst doen door vooral mee te maken, mee te beleven wat de echte ontmoeting ook in een professioneel gesprek kan doen.